Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in likra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over Exclusiviteit of uithoudingsvermogen? Wat heeft een atleet nodig? Tijdens het Wereldkampioenschap Atletiek in 2019 deed Sifan Hassan wat geen enkele atleet eerder lukte. Goud winnen op de 1500 en de 10.000 meter. Het is een onmogelijke combinatie volgens velen. Maar waarom is het zo moeilijk om én hard te gaan en dat lang vol te houden? En hoe kan je beide eigenschappen trainen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goeiemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Jij uh, zat te kijken naar het Weken Atletiek in Doha. Ja. Daar gebeurde iets bijzonders in 2019. Bijzondere uh, prestatie van onze eigen Sifan Hassan. Klopt. En je dacht, hier moet ik wat over schrijven. Vertel, wat, nou, wat gebeurde dat, er? Ja, dat is meer omdat dan uh, heel vaak voorbij komt van oh, hoe, hoe moeilijk het is om, bij, om, om en op de 1500 meter, middenafstand... en dus een langere afstand, de 5 of 10, ik we wel de 10 kilometer te winnen. En dat zie je dan uh, in de media verschijnen, ook in de kranten, van de onmogelijke combinatie. En Sifan uh, Hassan doet het. Ja. ja, dat vind ik dan leuk om even uit te werken van waarom dat onmogelijk zou zijn. Of misschien is het toch niet onmogelijk. En uh, ja, wat, wat daarvoor toch komt kijken om uh, bij, op beide afstanden goed uit de voeten te kunnen. Ja, dus we, we duiken deze aflevering een beetje in de fysiologie. Wat, wat voor soort spieren heb je Klopt. nodig om hard te gaan of om lang ja. te gaan? En uh, hoe kun je dat dan het beste trainen, zeker ook als amateur? Ja. Hoe kan je ofwel sneller worden of uh, sterker? Mm -hmm. Ik wil eerst nog even terug naar dat WK, want de herinneringen komen bij mij nu ook een beetje terug. Zij, zij kwam daar natuurlijk als gedoodverver favoriet voor die 10.000 meter. En ze won die 1.500 soort van bij toeval, toch? Wat, wat is jouw herinnering? Ja, de herinnering. Nou, toen, toen kwam het gedoe met, met de coach natuurlijk, ja. Alberto Salazar. En, uh, en zelf had zij zoiets van, oké, okay, het was nog niet duidelijk of zij de 5.000 ging doen. Dat wilde Salazar in ieder geval, of de 1500. En dat uh, was iets wat zij zelf uh, eerder wilde. Uh, ja, uiteindelijk kwam, eigenlijk werd dat helemaal overroeld door uh, dat gedoe met Salazar. En nog even voor, ter herinnering, op dat moment werd besloten dat hij geschorst werd. Ja, tijdens van, dat WK, uh, vlak uh, voor dat WK. Wat een timing, hè? Ja, ja, terwijl ja. dat al jaren gonsde van, nou ja, daar, daar gebeuren praktijken die... In ieder geval volgens de dopingregels niet uh, het daglicht niet kunnen. Uh, ja, er waren uh, verdenkingen. Dus, en er was ja. een en gerucht ja. over. Ja. En, dat, uh, ja, dat, en dat was terecht. Ik bedoel, die man, uh, die, er waren een aantal dingen gebeurd. Die, die gebruikte toch zijn eigen atleten als een soort proefkonijn voor een bepaald middel. En hij gebruikte zijn eigen kinderen als uh, proefkonijn om uh, testosteron zelf uh, uit te testen. En dan uh, volgens hem. Om gewoon te weten van, uh, oh ja, dat, dat vond ik wel een sterk verhaal. Hij zei: Ja, wat er gebeurt dus na afloop van wedstrijden. komen er vaak van die uh, mensen langs, fysiotherapeuten van anderen of masseurs. Ja, en die raken dan mijn atleten aan. En uh, nou ja, en, nou, het kan zomaar zijn dat zij een bepaalde zalf of testosteronzalf op hun handen hebben gesmeerd. En dus ik wil heel graag weten. hoeveel je nou moet smeren. om <laughs> besmet te raken door eigenlijk de, de handdruk. Ja, dit was of zijn het, verklaring waarom hij die proef ja, deed. Ja, of het schouderklopje dus van, een, een, ja, van iemand anders. Dus daarmee is hij bij zijn eigen kinderen... is hij gaan insmeren. Ja. Heeft hij bloed laten afmeten of nemen... of urine monsters verzameld. En dat naar een lab gestuurd en gekeken van... hey vind je dat terug? En bij uh, welke hoeveelheden? ja dat was het verhaal wat hij had en andere ja volgens de dopingregels mag je gewoon niet dat soort dingen gaan doen in je eigen entourage niet nee. met je eigen aanleiding wat atleten. je verhaal en... ook is want je ja. kan uh, dezelfde dingen doen en uitleggen dat Precies. je gewoon aan het zoeken ja. bent wat is de grens ja. van uh, testosteron dus dat kathorie. overschaduwde toen eigenlijk die hele WK denk ik wel en uh, Sifan Hassan die werd natuurlijk ook uitgevraagd door de ja. verslaggevers van uh, wat vind je ervan en, en zij was heel stellig nou ik wil alleen maar nu focussen en ja, ze had er last van hè? ze wilde ja. niet over praten nee, de media. Ja, en ja. Zij, zij bleef hem toch wel beschermen, of in ieder geval zei ja. Ik vind het een topcoach, en, uh, en het is allemaal gebeurd in de tijd voordat ik bij hem ging trainen. En uh, ja, dat werd er ook niet in dankbaarheid afgenomen, omdat eigenlijk al uh, op het moment dat zij koos voor hem bekend was dat dit soort praktijken gaande waren. Of in ieder geval, er, werd, uh, ja, er waren duidelijk aanwijzingen voor. Maar uh, ja, uiteindelijk, uh, ja goed, uh, zei zij denk ik dat zij uh, de discussie beëindigde door gewoon goed te presteren. Ja, <laughs> en, ja. Uh, ja. ja. En, en laten we even vooropstellen, dit is een mooie anekdote die hier naar boven komt tijdens de koffie. Ja. Uh, daarmee willen we natuurlijk niks afdoen aan de prestatie die <laughs> nee. ze van leverde, want zij won tot ieders verrassing die 1500 meter. <laughs> Uh, met een uh, mega versnelling, toch? Ze, ze kwam ja. van achteruit. En, ja. uh, dus ze had ook nog een enorme sprint en in is, de benen. De, en dat is het knappen dan, hè? Van hoe kan je. Kijk, je, je kent het zelf ook wel. Uh, een marathon lopen, ja, dan, dan ben jij blij als jij gewoon dat tempo kan volhouden. We hebben natuurlijk al uitgebreid over jou, jouw pace-problemen uh, <laughs> pace gehad. <laughs> ja. Uh, ja, dan moet je er toch niet aan denken om nog in, in een tactisch spel te verwikkeld te zijn. Dat je ook nog een bepaalde uh, explosiviteit in de laatste nou, honderden meters moet hebben. Ja, ja en dat, dat maakt het zo uh, interessant van uh, zo'n 1500 meter, zo'n middenafstand. Je moet van beide toch wel iets hebben. En ook 10 kilometer is het eigenlijk toch ook wel een stukje van uh, ja, net die explosiviteit uh, bewaren voor het laatste stuk. De, de, het, 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 vaak lopen ze toch nog samen. En dan de laatste ronde. Ja, dan, dan komt er nog een, een beslissende versnelling. Ja. En daar, ja, de, hoe doe je dat? Heeft weer met energie uh, uh, besparen en de energieverdeling, de energiepuzzel te maken. Ja. en maar ik zit ook, te denken ook, ook in mijn die... eigen ervaring volgens mij ook deels uh, mentaal toch ja. ik kan me herinneren vorig jaar in Weert heb ik mezelf in een eindsprint gegooid met iemand ja dat had niks te maken met wat ik kon of hartslag ja. ik had gewoon een doel die gast die, ga ik ja, voor de streep ja, nog inhalen ja. Nou, ik was meer dood dan levend, ja. geloof ik, na nou de finish. Ja. Dus blijkbaar kun je dan ook hè, gewoon met, met mentale kracht. Daar heb ik ook wel eens eerder over gehad. Klopt. Waar zit nou de begrenzing? Zit die in je hoofd? Ja. Zit die uh, in je long, hart longsysteem ja. Of zit die inderdaad in je en spieren? En dan kan, kan zo'n vervelende tegenstander uh, je helpen. En uh, nou ja, uiteindelijk, uh, dit is wel iets wat ook al terugkwam eigenlijk in het boek wat ik schreef natuurlijk. Maakbare uur. Weer het ja. uurrecord. Want... Ik, ik moet dan toch altijd zeggen, vastluisteraars worden er gek van, maar ja. voor de mensen die ons nu voor het eerst ontdekken. Je hebt een boek geschreven, het maakbare Zeker. uur. Ja. Waarin je Dion Beukeboom hebt gevolgd in zijn reis ja. naar een poging om het werelduurrecord je merkt fietsen dat te fietsen. En de aspecten blijven daar toch wel actueel. Want in zijn geval is het een uur fietsen. Maar dat is ook nog, nou ja, 90, 95% procent, uh, heeft te maken met goed kunnen omgaan met je zuurstof. Ja. Zuurstofopname. Maar die laatste 5%, procent, juist met het andere stukje, we hebben het er al over gehad: anaerobe zonder zuurstof. Hoe kun je met zuur, zonder zuurstof toch energie uh, genereren? Ja. En dat is precies het aspect eigenlijk ja, wat, wat uh, uh, belangrijk is voor explosiviteit. En dat is dus, dat zie je terug. Kijk, als je het extreem kijkt van uh, 100 meter sprint, Usain ja. Bolt versus een marathonloper. Of je kijkt naar die baansprinters, Harry LaVrijse tegenover uh, een, een Chris Froome. Ja, en je kijkt naar, uh, naar hoe ze eruit zien. Ja, dan zie je dat ja, vallen je het al... eerste wat opvalt. Ja, en dat, dat zijn de, ook de mooie verhalen. Natuurlijk, wordt stevast bij. Uh, bij WK's, baanrennen, er, er wordt ingezoomd op die bovenbenen van die de sprinters. Ja. ja, de sprintersdijen. En dan, uh, ja, ik kan me herinneren dat ze zelfs met meetlinten aan de, de slag gingen. En dan kwam er iets uit van rond de 86 centimeter kan ik me herinneren voor een Duitser ooit. Robert Fursterman, nou dat is de, 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 toch wel de, de koning van de, de dikke dijen. Ja. En zet dat tegenover uh, uh, wat Froome laat zien, of uh, nou mijn eigen bovenbenen. Ja, dan is dat uh, de helft, misschien nog, nog minder. Ja. Dus daar heb je al een, een stukje van, ja, hoe, hoe kan het zijn dat uh, die sprinters uh, enorme, dikke uh, spierbundels hebben en die uh, lange afstand lopen amper spieren lijken te hebben? Mm -hmm. En uh, ja, dan natuurlijk is dat. En hoe functioneel is dat? Uh, hoe komt dat? Ja, en dat dan. Kom je inderdaad terecht op spierfysiologie? Ja. En, en, zon en zonder wat heel... moeten we daarover weten. Ja, ja zonder je... helemaal in detail te gaan treden. Uh, dat is eigenlijk. Uh, heb ik ook voor mijn boek. ben ik uh, langs geweest bij een promotie. van uh, een jongen van de VU. Steven van de Zwaard. En die had uh, vier jaar lang daar onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. Fascinerend onderzoek vond ik zelf. Ik, uh, als ik nog in het onderzoek. had gezeten, dan was dat een onderzoek. Uh, geweest wat ik heel graag had willen doen. Nou, nu ben ik nieuwsgierig. Ja, wat, nou ja, wat heeft het, Stefan gedaan? Nou, hij ging uit van uh, kennis die al bestond op de VU. En dat is iets al, al, nou ja, al 100 jaar oud. Als jij kijkt naar spiervezels van uh, verschillende uh, spieren, of juist van dieren. Mm -hmm. En je zet dat uh, uit, dan zie, kom je tegen dat sommigen hebben hele dunne spiervezels. Okay. Dus het gaat erom, je hebt spierbundels. Spieren zijn opgebouwd spierbundels. En dat. Als je daar weer op inzoomt, kom je uit op spiervezels. En spiervezels zijn eigenlijk de individuele spiercellen. Ja. En dan heb je hele dunne en, uh, en behoorlijk dikke. Spiercellen? Ja, ja. En, of spiervezels. Een spiercel is eigenlijk meerdere cellen aan elkaar gekoppeld. Maakt dan een vezel. Ja. heeft meerdere spierkernen bijvoorbeeld, of celkernen. Maar uh, lang verhaal kort, als je dat van verschillende dieren bekijkt en dan kijkt van de dikte van de spier ten opzichte van uh, het gemak of de snelheid waarmee zij zuurstof kunnen gebruiken voor de generatie van energie, mm -hmm. ja, dan is dat een uh, inverse relatie. Dus eigenlijk <laughs> inverse van, van, relatie, ja, dat, neem me even mee, Leek het uh, al, meneer de uh, wetenschap. Hoe, <laughs> hoe dikker de, de spiervezel, hoe slechter die eigenlijk met zuurstof kan omgaan. Oké. Okay. En uh, hoe dunner je spiervezels, hoe beter je dit kan. Kortom, dan heb je al een verklaring een beetje van die sprinters. Ja, die hebben dikke spiervezels. Ja. Worden, dat zie je aan de buitenkant en dan, al. En dan zeg je dus dat zijn dikke spiervezels die moeilijk met zuurstof om kunnen ja. gaan. Ja. Maar het voordeel van een dikke spiervezel is, ja, een, een, een dikke uh, dwars doorsnede, kunnen gewoon veel spierkracht leveren. Ze zijn ja. heel krachtig. Ja. En dat is... Uh, Makes sense. Dat maakt sense, Veel kracht ja. Ja. op basis van... Zo, min, niet op basis van zuurstof. Dus dat, dan, dan zijn we aneroop aan het verbranden. Precies. Intrinsiek. Als je in die, die spiervezel inzoomt, dan zie je dat daar heel veel... Uh, de belangrijke eiwitten zitten voor die spiercontractie. Myosine en actine zijn dan de, de eiwitten die echt zorgen voor de, ja, de krachtontwikkeling. Mm -hmm. Maar daar zit ook veel glycogeen in, dat zij wel veel suiker kunnen gebruiken voor die, uh, die, die anaerobe afbraak. Uh, wat extra ATP. En juist als je inzoomt op alle enzymen, ja. de hele machinerie is opgericht om zonder zuurstof snel energie te leveren en enorme kracht te ontwikkelen. Maar er is één nadeel van veel kracht ontwikkelen in een spiervezel. Daar hou je niet lang vol. Precies, dat kan en, maar heel kort. En, dat, en daar tegenover is dan die hele dunne spiervezel. Die heeft heel de machinerie om goed met zuurstof om te gaan. En die wordt ook heel goed door bloed. Want die moet het gewoon hebben van de aanvoer van zuurstof vanuit ja. de bloedvaten. Ja. En, nou ja, en dat da betekent dus dat die spiervezel kan heel lang ja, zijn werk precies. doen. Precies. Niet kracht, heel krachtig, maar... maar heel lang zonder bijna vermoeid te raken. Zolang je maar zo'n zuurstof uh, aangevoerd krijgt. Dus ik zit even te denken aan een van de, de interviews, een van onze special guests die we hebben ja. eerder gesproken. Jacomina, als je daar in de spiervezels zou kijken, die heeft waarschijnlijk dus vrij veel lange, daar dunne spiercellen, je... Omdat zij honderden ja. kilometer kan doorgaan. Ja, daar ga je wel vanuit. Aan de andere kant, uh, het is deels trainbaar, maar deels word je daar ook mee geboord. Okay. en er is nog steeds discussie: van uh, ja, kun je nou een extra spiervezels aanmaken? Ik, ik blijf nog steeds fascinerend dat ik verhalen tegenkom: nee, ja, was, was dat lijkt er niet op, maar dat je dus echt moet hebben: eigenlijk, van je kan ze wel versterken. Ja. Door meer eiwitten daar te maken. Of juist die, die, die krachtige spiervezels. die kunnen echt dikker worden. Ja. Maar dat je zo kan zeggen. ik begin met, met 100 spiervezels. In een, spie, in een spierbundeltje. en ik maak er 200. zo werkt het weer niet. Dus je moet het doen met de bestaande. Wacht even, wacht even. Wacht even. Want dus als ik naar de sportschool zou gaan. Ja. dan heb ik het idee. daar word ik. Ja, daar word je ook groter ja. sterker ja. van, toch? Zwaarder. Ja, maar dat lijkt erop dat dat niet zo is dat jij uh, meer spiervezels aanmaakt, ja. aanmaakt. Maar het moet hebben van de bestaande spiervezels die, die dikker worden. worden omdat ja. ze meer, je traint ze om meer op kracht gericht te Precies. zijn dan op duur. Ja, en okay. dat werkt met name voor die krachtige spiervezels. Die, uh, nou, die worden ook als onderscheid als de witte spiervezels. Te, tegenover over de rode of de. Uh, de snelle spiervezels zijn de krachtige nemen. De langzame. Ja. Voor het gemak worden ze altijd onderverdeeld in twee categorieën. En daar zit ook een beetje het, het probleem. Dat je ze niet echt onafhankelijk van elkaar kan trainen. Als je in ieder geval niet als jij een, uh, een krachtsinspanning gaat doen. Mm -hmm. Want als jij bijvoorbeeld gaat staan of wandelt. dan gebruik je in principe je langzame spiervezels. Ja. Die, dus die dunne. Ja. Maar als jij dan een sprint gaat trekken. en echt zo hard gaat als je wil dan blijven die spiervezels ook actief. Die blijven, ook die blijven actief. meedoen natuurlijk. Ja, alleen er ja, ja, ja. komen steeds weer nieuwe spiervezels bij... tot op een gegeven moment die, die krachtige spiervezels worden ingeschakeld. Dat gebeurt natuurlijk allemaal vanuit die hersenen... maar het is niet een knop in de hersenen die kan zeggen... Ah, ik wil specifiek alleen maar jouw krachtige spiervezels nu trainen... of ik wil... Nee. Dus die, die het, het blijft natuurlijk een... gewoon één dij, ja. één bovenbeen waar dat ja. allemaal in zit. Nee, nog, nee, misschien nog even terug op dat, dat proefschrift van... Dus het, als je bij klauwkikkers uh, vergelijkt met uh, spitsmuizen, ja. en daartussen allemaal andere muizen en ratten en noem maar op, dan zag je die inverse relatie. Nou, die hebben we even uitgezegd, uitgelegd van die klauwkikkers, uh, die bleken dus hele dikke spiervezels te hebben, slecht met zuurstof. En ja. de spitsmuizen waren meer de Chris Froome vezels. En hij zei van ja, oké, okay, als dit is een gegeven van de natuur, mm -hmm. hoe werkt dat dan in de sportwereld? Kijk, het is logisch dat dan een, een Usain Bolt een klauwkikker uh, spieren heeft en ja. dat uh, de, nou, de, de, de lange afstand wielrenners meer uh, van die spitsmuisvezels uh, 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 hebben. Maar kijk eens in de praktijk, kijk naar uh, middenafstanden bijvoorbeeld bij het hardlopen of uh, achtervolging op de, bij het wielrennen. Dus hij, hij is dat echt gaan meten bij die groepen sprinters, lange afstandslopers, uh, 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 wielrenners met name. En ook bij Olympische roeiers. Ja, want ik begreep, hij is, is biopter gaan ja, nemen, toch? Ja. Hij is echt een stukje spiervezel onder de microscoop Precies, gaan hij bekijken. heeft echt van binnen en buiten uh, doorgemeten. Door allerlei naar zuurstofopname, maximale intensiteitsmetingen, maximaal vermogen, krachtmetingen van, ja. van de bovenbenen, noem alles maar op. Uiteindelijk geeft dat een beeld, maar je moet in die spieren gaan kijken om te zien hoe ze eruit zien. Ja, dat is een Biopt en dat, is, uh, dat en heeft dat hij is, gedaan. Even even een wat is nou het belangrijkste inzicht van Stefan van Proef? Is het het feit dat we deze twee spiertypes hebben? Of is hij nog een stap verder gaan? Hij is... Stelt hij ons ook hoe we dat dan moeten trainen? Ja, nou ja, hij heeft uh, eerst gekeken van hoe zit dat dus met die tussenmensen, die, tussen die, uh, die middenafstandmensen. En hij zei, ja, daar, daar valt het dus wel op dat die en kracht kunnen leveren en een uithoudingsvermogen hebben. Ja. Kijk je dan naar de spieren, dan is het maar eigenlijk hebben zij nog best wel hele dunne spiervezels, maar opvallend is dat zij die spiervezels wel wat volume innemen omdat ze extra lang zijn. En dus die halen niet hun krachten zeer uit, nou, uit de breedte, uit de dikte, mm -hmm. maar eh, specifiek uit door spiervezels dus langer te krijgen. En, en dat dus, is trainbaar. En dat is, krijg. nou ja, dat is dan de volgende stap. Hoe is dat is trainbaar schijnbaar? Ziet hij dat terug in die, die mensen die op kracht en uithangingsvermogen uh, trainen. Dat, dat doen die, die achtervolgers bijvoorbeeld. Beukenwoon was er daar één van. Ja. Uh, en het andere is, toen is hij zelf met een groep uh, hockeyers aan de slag geweest. En er kwam bijvoorbeeld uh, een, een hoogtetraining, uh, bleek daar of een sprintraining op hoogte, bleek daar ook wel voor te zorgen. Dus nu is eigenlijk, daar is, moest hij stoppen na vier jaar eigenlijk. Ja, Het begin is, is gelegd, maar hij zei ja. wel ja, moeder, uh, wil je moeder natuur een beetje uh, helpen naar een, een type uh, atleet die goed is in de sprint, explosief is, maar ook een heel goed duurvermogen. Ja, dan moet je zorgen voor langere spiervezels die goed door bloed worden. En nou ja, daar is het een beetje van. Ik heb het ook toen met hem en zijn begeleider over gehad zei. Ja, misschien zit er iets in juist van, van excentrisch trainen. Hè? Dat is eigenlijk dat jij spierkracht levert. Als je bijvoorbeeld uh, heuvel afloopt. Ja. Dan merk je dat de dag erop enorme spierpijn gaat hebben. Omdat je spieren dan worden opgerekt terwijl ze kracht leveren, zeg maar, door het opvangen van die schokken. Okay. Dus dat, dat, dat zou een mogelijke manier zijn, of juist bepaalde hypoxische, dus zonder zuurstof, minder zuurstof. Maar ja, daar moest hij helaas stoppen. Dat, Hopelijk is dat, dat een... weet hij nog nee. niet, want ik word nu hongerig naar praktische ja. tips ja. natuurlijk, hè, voor ons als amateursporters. En het is, maar daar uh... zijn we nog even niet. De, de, de stap van dit onderzoek is, wij beginnen te begrijpen hoe zo'n Sifan Hassan, waar we deze aflevering mee begonnen, hoe het kan dat Klopt. zij dat kan. Als jij daar gaat inzoomen in haar dan, van, ja, dan ga ik ervan uit dat gemiddeld genomen de spiervezel langer is dan... Ja, van, in ieder geval van, 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 van lange afstand echte uh, marathonloopsters. En moeten we dan ook met nog meer bewondering kijken naar iemand als Dylan Groenewegen? Ook ja. bekend om zijn enorme medaille, ja. die wel gewoon die hele toeristische uitvies. Ja, dat, uitviest. In, dat is inderdaad ook het knappe, want hij heeft ten opzichte van Harry Lavrijsen. Ja, die, die hebben het makkelijk. Die hoeven maar uh, echt uh, een paar minuten vol te gaan. Hij moet eerst die hele etappe uh, van 200 kilometer zien. Vol te houden. En natuurlijk, daar heb je een ploeg voor. die ja. hem uh, zoveel mogelijk afschermt. En, uh, het. Maar uiteindelijk is dat toch wel knap. Dat je eerst. dat dus je moet. hij moet ook gewoon een basis set. van uh, uh, spiervezels hebben. voor de lange afstand. Ja. Dus die goed met zuurstof kunnen omgaan. Ja. Maar hij moet juist die sprintvezels. die moet hij echt sparen. Echt uh, tijdens de hele. En dat is wel. Uh, een uitdaging. En dus uitdaging. Ook trainen. Dus hij ja. moet, moet dat veel te... Klopt. En dat is ook een beetje. Ja, daar wordt altijd gezegd. die twee. Die zit elkaar in de weg. Krachttraining uh, versus duurtraining. Duurtraining word je weer een beetje sloom van. Okay. En van krachttraining, ja, wat je dan krijgt, is daar word je misschien wel weer te zwaar van of te, te stevig. En dat gaat weer te kosten, eigenlijk van je duurvermogen. En ik weet niet of jij dat. Uh, ja, dat, dat zie je eigenlijk terug. Dus dat is. Dat, 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 daar speel je mee eigenlijk. Van te veel krachttraining gaat de kosten eigenlijk van, van je duur. Maar alleen maar duurtraining zonder een beetje... Ja, dan word je echt slom of een beetje... Ja, uh, Tumoulin noemde dat, hij had zich traag getraind. En volgens mij kan je dat wijden aan te weinig echt die explosieve uh, inspanningen doen. Oké, okay, okay. want dan wordt het nu eens tijd om dit toe te vertalen naar de wereld van ons als ja. amateursporters. En op zoek te gaan naar wat is dan zinvol en onzin. Want ik herken inderdaad toen ik uh, mijn eerste marathon had gelopen. Ik, ik ben, uh, ja. nee, het eerste wat ik nu leer van jou, het is deels talent. Ja. Je bent geboren met een bepaalde spierset en Precies. die is uh, samengesteld ja. uit lange of dikke spieren. En daar kun je wel enigszins aan trainen. Maar je, het lijkt zo te zijn, je hebt wat je hebt. Ja. En dat maakt nogal uit waar je goed in bent. Nou oké, okay, dat noemen we in de volksmond dus gewoon talent. talent. Waar Precies. heb je talent voor? Ja. Nou, ik herken uh, ook wel inderdaad. Ik heb, ben blijkbaar ook geboren met enig talent. Ik heb dat jaren <laughs> verspeeld, Maar goed, ik kan vrij hard. Als ik wil. Ja. En na die eerste marathon, dat herken ik wel. Zij ik, ik ben Ik was sloom geworden. Ja, ja. En dat ja. zal niet van die ene marathon. Maar van dat lange duurspannen kon ik opeens niet meer zo hard. Nee. Dus dat herken ik heel erg. We begrijpen nu beter als we naar topsporters kijken. Hoe bijzonder eigenlijk. Ten eerste, ja, dat wisten we al. Maar zo'n middenafstand: hè, 500 meter schaatsen, 500 meter lopen. Uh, hoe knap dat eigenlijk is. Ja. Dylan en Groenwegen de, de Alpen over. Maar nu naar ons als amateurs. We, we hebben in de aflevering drie gesproken over het belang van ja. afwisselend trainen. En dat je als triatleet wissel je al af met hardlopen, zwemmen, fietsen. Maar dat je ook kracht en lenigheid ja. moet gaan doen. Wat, wat zijn tips? Wat, wat, wat kunnen we hier in de praktijk Wat doe jij met deze kennis? Ik, uh, ja, nou ja, dan ga ik toch nog. Uh, deels kijk ik naar mezelf. En dan heb ik het idee. Ik kan krachttraining doen wat ik wil. Ja. Ten eerste, ja, kan ik niet zoveel kracht leveren, sowieso. Maar het zet ook niet aan bij mij klaar. Ik bedoel, ik, uh, volgens mij kan ik uh, elke dag. Nee, merk jij het wel? Nou ja, dan kijk ik mezelf misschien af en toe in de spiegel. Denk, nou, er zit wel iets. Oh, sorry, ja. Maar uh, nee, je bedoelt puur voor de, de, de sprintjes, wel voor het fietsen bijvoorbeeld. Oh, ja. Dan merk ik echt dat ik. Uh, maar bewust. Wat voor krachtoefeningen doe je dan? Nou, dat is eigenlijk puur een intensi uh, intensieve training. Okay. Je kan natuurlijk echt het krachthonk ingaan. Nou, dat, ben ik, dat, dat is niks voor mij. Ik nee. naar de, dus ik ben al blij met onze bodyboost trainingen en een beetje. De, de jumping jacks en de. Core nou, hoort er ja. ook bij, et cetera. Een beetje van die en, uh, van die van die spierversterkende, maar wel dynamische bewegingen. Ja. Maar dat, uh, dit is wel een discussie die blijft gewoon steeds terugkomen, ook in de wetenschap. Uh, in de show notes zet ik een, een studie die dit jaar verscheen. Een Deense studie, of een Noorse studie, of ook van die. Uh, die zeiler uh, is altijd betrokken bij dat soort studies. Zitten zit ze toch altijd te goochelen van wat is nou die beste mix van die 80, 20% waar we oh, het ja. eerder over gehad ja. hebben. Hè? Ja. 80% die... uh, laag intensief, 20% uh, hoog ja. intensief. En dan met name die 20%. Hoe vul je die in? En het was een, een studie bij, uh, bij, echt bij goede, uh, goede amateur, wielrenners. Behoorlijk uh, die minimaal 20 uur per week fietsten volgens mij. En die hadden ze een nieuw protocolletje aangeboden van uh, 30 seconden keihard gaan, zo hard mogelijk. Ja. 15 seconden rust, weer 30. Keihard. En dat doe je dan 13 keer meen ik. Uh, geef je even 5 minuten rust. Doe je nog een keer 13 keer. Nog weer even rust en dan een keer 13. Ja. Ten, ten opzichte van een programma waarbij ze vijf minuten interval doen en 2,5 rust, vijf minuten, en dat dan. Vijf minuten hard. En dat doe je dan, ja, ja. Ja, ja, ja. doe je dan okay. vier ja. keer. En ja. als je dat precies uitrekent, dan hebben ze eigenlijk dezelfde ja, totale intensiteit ondergaan. En bleek. En het, dus het intervaltraining, kun je ook op verschillende manieren te doen. Uh, en bleek daar juist dat ze die eerste met die hele snelle. Uh, hoge intensiteit, maar kort... gingen ze uiteindelijk... na drie weken... Uh, een trainingsperiode... gingen ze 5% vooruit ten opzichte van... nou, die anderhalf procent, meen ik... bij de tweede... En dit verklaart ook, want de, de Bicycling, de Runner's World... en alle blaadjes op internet staan nu helemaal vol... met de befaamde 30-seconden-sprints. Ja, en dat komt dus eigenlijk uit ja. deze studie. Maar wat dan ook is, want het is ook het, het wat... wat uh, ja, wat, wat je waarschijnlijk gaat zien... dat over een jaar komt er weer een andere studie uit... die weer het andere laat zien. Dat het heeft ook te maken van hoe leuk vind je het, hè? Ja. Uh, en wordt het aan niet mij spreekt het wel aan, mono, 30, 30 ja. seconden. Maar dat moet dan dus wel heel vaak eigenlijk. Ja, en uh, grappig, ik ben dat toen ook een keer gaan doen... Ik denk, nou, eens uh, kijken waar het schip eindigt. En ik moet zeggen dat je daar op een gegeven moment best wel een, een feeling voor krijgt. En dan uh, ben ik in een uurtje uiteindelijk gegaan. Maar wel continu aanzetten, rust aanzetten. Kom je thuis, dan heb je een gemiddelde wat echt veel hoger ligt dan je normaal fietst. Ook nog eens. Ja, ja. En ik moet zeggen, nou, dat was best... Uh, uh, dus op die manier denk ik... Ja, dat is gewoon leuk als jij met jouw uh, maatjes gaat fietsen natuurlijk... en dan toch even bij uh, de, Ru de Ruitenberg als eerste bovenop wil komen. Ja. Uh, dus in die zin kun je op die manier ook hoogintensief gewoon... Uh, ja, dat is ook een soort krachttraining. Want je moet vol gaan. Je moet al die spieren die je hebt... ook die, die krachtige spiervezels die ook ik heb... ook al zie je ze bij mij niet... Ze zijn er minder mate aanwezig. Moet je niet aanspreken. Je, 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 je traint ze wel. En, uh, en ik, ik las een, uh, een stuk over de, van de coach van de, de, heet ze de Brownlee Brothers. Die, ja, de, ja, brothers ja, 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 die ja, die de befaamde nou, Engelse triatleten. En er ja. werd na de Olympische Spelen, waar zij uh, zo goed uh, presteerden, werd gevraagd, waar, waar zit nou het verschil van, uh, wat is er gebeurd? En hij noemde één ding, krachttraining. Dus ook die lui die zijn toch het nut van krachttraining gaan inzien. En zonder dat dat eigenlijk ten koste gaat van hun, uh, hun duurvermogen ergens. Ja, dat is natuurlijk uitvogelen. Ja. Maar je ziet ook niet van. Kijk, maar behoorlijk... voor ons als amateur, wij zullen niet snel te veel krachttraining nee. doen waarvoor we langzaam nee, worden. Hè? Of, of je moet echt zo ja, jezelf in de spiegel kijken en denken. Jezus, wat, wat ben ik breed geworden? Ja. Of uh, ja. En, ja. en dan merk je het wel. En, en, en dus er is toch wel ook in die, die duurwereld, die topsportwereld duidelijk van ja, de manier om, nou ja, toch die, die dat stukje exclusiviteit heb je ook nodig bij, nou ja, in de, voor de toppers die voor Zeker, een kwartierlong gaan. Ja. Die hebben ook een eindsprint nodig, lopen ook vaak met anderen op, eh, moet ook een versnellingje kunnen plaatsen en dat haal je dan toch eigenlijk uit die, uh, ja, die echt die intensieve of die krachttraining. Plus het feit dat het gewoon uh, ja, de afwisseling biedt, die jij denk ik in je training wel wel als je elke keer maar hetzelfde tempo gaat, hebben we het eerder over gehad. Ja, ja dat is niet goed. Dan, dan, dan uh, train je jezelf inderdaad uh, uh, sloom. Dus dat is dan eigenlijk de belangrijkste les uit deze aflevering voor ons als amateurs. Los van dat wij nu beter ja. begrijpen dat er verschillende soorten spieren zijn. De, eigenlijk een derde categorie. We dachten altijd exclusief versus duurvermogen. Nu hebben we onder andere door Stefan Hassan ontdekt. Er ja. is ook een soort ja, er is ook echt een tussenvorm. Maar je hebt eigenlijk die type 1 en 2. De type 2 zijn die sneller, daar blijkt dan een, een, een subgroep in te zitten. En da dat zijn waarschijnlijk de belangrijkste. Die kunnen twee kanten op. Die, die, die kunnen echt kiezen voor uh, als je die veel traint, dan worden ze meer duur. Uh, vezels. Als je die meer kracht traint, dan worden ze, worden ze krachtiger. Dus daar zit denk ik het geheim in. Ik denk dat uh, Sivan Hassan daarmee gezegend is met een goede subset van die, uh, die, die intermediaire spiervezels. Ja. En uh, ja, daar kan je lekker mee um, manipuleren en, en modelleren door middel van je training. Ja. ja, en dat betekent dus voor ons als amateurs, nou, het belangrijkste, daar hebben we het al eerder over gehad, ga niet gewoon een rondje hard fietsen met je maten. Los van als dat ooit weer mag na coronatijden. We hebben het al eerder ja. gehad over wat mij betreft moet je sowieso nu niet even fietsen. Maar als je straks weer gaat fietsen, niet gewoon dom-hard. Maar ga of rustig, hè, 80% van de tijd. Of intensief. En dan zijn er 30, uh, 30 mm -hmm. seconden sprints. Ja. Dus een mooie uh, aanbeveling uit de recente studie. Is dus in ja. ieder geval nu uh, flavor of the year, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, ja, geldt dat ook voor lopen? Is dat ook? Vandaan, ja, vandaan ja, vandaan? Dat, is, dat is ook een studie. Uh, hebben ze echt zo'n meta-analyse? Alle studies op één hoop gegooid, dan gekeken. Gooi ik ook in de show notes. Daar bleek toch eigenlijk echt. En dat was wel uh, ja, dat zijn wel goede lopers dan ook middenafstand. Gewoon eigenlijk, volgens mij, via enquêtes erachter gekomen. Wat doen jullie aan krachttraining? En dan bleek twee, drie keer per week bepaalde vorm van dan kun je inderdaad. Uh, ja, of het in de training zelf doen, heel intensief trainen... of juist uh, in het krachthonk. Uh, dat gaf toch gewoon een betere uitkomst op een, uh, ja, een tijdrit, zeg ik dan... maar het is een tijdloop, dus ja, een, ja. een korte loop, vijf minuten. Hun spri sprinteigenschappen sowieso. En zonder dat dat gevolgen had voor, en dat is ook wel heel belangrijk... voor die VO2 max. Dus het is, maar dat is dan wel weer dat is even voor de luisteraars die niet alle afleveringen ja. hebben, is je uithoudingsvermogen. Ja. Hè? Dus, want daar, het daar, zit het, daar wordt nog steeds altijd gezegd: kijk uit met krachttraining, want het kan ten koste gaan van je duurvermogen. Die twee botsen met elkaar. En dat snap, dat snap je ook wel als je goed kijkt naar, naar die spiervezels. Uh, ja, los daarvan moest ik toch ook even denken aan een, oh ja, een interview in de Volkskrant laatst: van Max Verstappen. Dan ja. denk je, nou, wat heeft dat daarmee te maken? Ja, pas en op, bij is ook gekeken. duursport, hè? Hoe die, hoe die train is, inderdaad, en kracht en duur ook. En daar werd er uh, ook gezegd: ja, ik moet wel uitkijken met die krachttraining, want één kilootje extra, dat maakt mezelf te zwaar. Uh, heeft schijnbaar dan die auto dus last van. Of, uh, en hij past niet meer zo goed in zijn kuipje. Oh ja. Dus hij is wel een type wat dan sneller breed wordt, zeg maar. Sneller, dus uh, kilo's, uh, kweekt aan, aan spieren. Maar zelfs dus bij de Formule 1 wordt daar echt met die, die mix, die subtiele mix van uh, kracht en, uh, en duurtraining, wordt daar uh, goed naar gekeken. Uh, ja, uiteindelijk is, is dat denk ik, er is ook geen gouden standaard van doe zoveel krachttraining en doe zoveel duur. Dat, dat maakt nee, het denk het ik... Het belangrijkste is een goede mix, ja. creativiteit, zorgen dat je het leuk houdt. Ik denk dat het een mooi moment is om ook onze kijkers op YouTube en onze luisteraars in de podcastplayers erbij te betrekken. Um, laat ons dus weten in de reacties hieronder, hoe train jij? Wat is jouw gouden ervaring? Wat is jouw gouden tip om die juiste balans te vinden... tussen en je oude uithoudingsvermogen op peil te houden... en toch ook uh, explosief te blijven, goed te kunnen eindsprinten? Misschien heb je een leuke oefening die je met ons kan delen. Als we dat nu allemaal nu gaan doen, dan komen we hieronder uh, de aflevering. Ja. Een mooie, mooie trainingsinspiratie. En dan moet je niet kort door de bocht zeggen, ja, Google even op trainings voor. Ik weet ook wel dat het hele internet vol staat, maar ik wil juist van jou horen hoe jij traint, want dan zijn we samen aan het trainen. Als je het leuk vindt om samen met ons op reis te gaan, dan kun je natuurlijk sowieso Jurgen en mij opzoeken op Strava, daar loggen we onze trainingen. En we willen graag van jou horen. En dat kun je op een aantal manieren doen. Je kan reageren op de post over deze aflevering op Twitter en Instagram. Zoek dan even naar de slimmer podcast. vind je ons. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar hebben we van iedere aflevering een aparte pagina en daaronder kun je ook je reacties achterlaten. Doe regelmatig mensen lees mee, praat mee, hartstikke leuk. Of als je zegt: nou, ik ben niet zo van uh, in de openbaarheid, dan kun je ons gewoon lekker een mailtje sturen. Krijgen we tegenwoordig ook. We zijn trouwens onlangs uitgenodigd door iemand die ging afstuderen om uh, ons te interviewen over hoe wij deze podcast okay. eigenlijk maken. Superleuk. En dat doe je door te mailen naar post.apenstaatje.slimmerpodcast.nl. Nou, wij hopen van jou te horen. En uh, als je nou uh, dit een leuke aflevering vond, of überhaupt de slimme presteren podcast leuk vindt, dan hoop ik dat je ook even de moeite wil nemen om andere mensen op deze podcast te wijzen. En dat kun je op twee manieren doen: stuur de link door naar je netwerk via WhatsApp, uh, je, je trainingsmaatjes of uh, via social media. Of laat even een review achter. Laat ons weten wat je ervan vindt. Want hoe meer mensen dat doen, hoe groter de kans is dat wij nog in de secties naar boven komen over podcasts die de moeite waard zijn. Of, uh, nou ja, en daarmee kunnen andere luisteraars deze podcast ook gaan ontdekken. Tot zover, een hele riedel. Dank voor uh, deze mooie inzichten Jurgen. Graag gedaan. En tot volgende week. Ja, tot volgende week.